Dus dan moet je gewoon even je tweetjes checken. Dan hoor je piep, plap, tip, tip, tip. Maar als ik dan hoor dat al die kinderen op tablets zitten... En steeds meer in de cloud en er kan van alles... dan maak ik me toch ook wel eens een beetje zorgen. He? Gaat het niet te ver? Je ziet steeds vaker kinderen die als zombies in die mobiel zitten te staren... want ze hebben nog steeds geen Facebook-like. Moet eraan komen. He? En dan willen ze op school willen ze juist ook Facebook gaan gebruiken. Er zit ook een donkere kant aan ICT. Nou, en ik vond het ook wel heel leuk van Kennisnet. Ze hadden die vier trends en hadden ze filmpjes voor en dat soort dingen. En dacht ik, ah, mag ik een tegentrendje erin gooien? Nou, en dat is dit. He? Het is prachtig, al die spullen. We kunnen er zoveel mee, maar het geeft ook de nodige onrust en afleiding, al die social media. Er is ook regelmatig wat over geschreven. De meest berucht is misschien wel Manfred Spitzer, die Duitse psycholoog, die aantoonde wat het doet met je hersenen. Nou, dat was allemaal niet mis te verstaan. Nicholas Carr, ook zo'n boek, The Shallows. Door dat continue klikken word je een beetje oppervlakkig. Je verliest diepgang, de samenhang van kennis raken we kwijt. Nou, hier in Nederland hebben we laatst ook Justine Pardoen met het boek Focus gehad. Die speelde er ook op in, van die onrustige kinderen. Hoe kun je die toch een beetje op die stoel houden dat ze toch hun huiswerk doen? En recentelijk kwam er een boek uit met de naam Social Obesitas. Dat is een mooi term, dus te veel social, daar word je eigenlijk digitaal dik van. Nou, en daar gaan we over praten met een onderzoekster die heel veel jongens en meisjes en ook ouders heeft gesproken daarover. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Maaike Kalis. Maaike, welkom. Oh, je hebt het even meegenomen. Ik zal het even laten zien. Tot zover de reclameboodschap. Dank je wel. Hey, nou, geweldig dat jullie dat onderzoek hebben gedaan. Want het wordt natuurlijk heel vaak in de media wordt er een verhaaltje opgeblazen. Alle kinderen zijn verslaafd. Of dan heeft weer iemand iets op YouTube gezet wat niet de bedoeling was. Nou, bla, bla, bla. Jij hebt heel veel mensen gesproken. En de kern van de zaak, als ik je boek goed begrepen heb, is vooral ook het dwingende karakter van social media. Ja. Kinderen worden erin gezogen. Hoe werkt dat? Ja, het is eigenlijk vooral het dwingende, het moeten reageren, het alles willen volgen. Alle vrienden doen het zo, het is zo normaal geworden. En jongeren voelen continu druk om het te volgen, bij te houden en ook direct te reageren. Ja. Dat wordt soms dwangmatig. Ja, ik heb het boek samen met Herm Kistjes geschreven. Hij is verslavingsdeskundige. Het is toch moeilijk te zeggen in hoeverre kinderen echt verslaafd zijn. Hè? We zijn ook verslaafd aan spelen. We zijn ook verslaafd aan zuurstof en water. Maar het dwingende karakter en de reden waarom ik jou heb gevraagd... is dat je zelf in het onderwijs ook hebt gezeten. Ja, precies. Je bent docent geweest? Ja, docent geschiedenis. En hoe lang is dat geleden? Ja, het is wel al een tijdje geleden. Het is al 10 jaar geleden. Nog voor de internet. Oké, maar je kunt het dus wel vergelijken met hoe het toen was en nu. Ja. Wat is er echt veranderd in de klas door social media? Nou, het is natuurlijk afleidend. Kijk, iedere school heeft zijn eigen beleid daarover. Sommige scholen die zeggen telefoons gaan in de tas en na 's middags komt het weer terug. Hè, mag je telefoon weer uit je kluis halen. Andere scholen zeggen het mag wel, maar niet in de les. Dus dat wisselt nogal. Ja. Maar jongeren geven zelf aan dat het ze zeer afleidt. Dat ze natuurlijk leuk vinden. Dat ze het heel lastig vinden. Dat ze, zoals een leerling het zei toen BlackBerry nog in was. Ik voel dat lampje branden. Ja. Branden in mijn tas. Want ik moet kijken. Ook een soort fantoom. Ja, dat is toch... Soms vinden ze het zelfs, ze vinden het ook heel fijn, het is heel dubbel. Hè? Aan de ene kant wil je het ook doen, ook dat kijken, en aan de andere kant realiseren ze zich ook wel dat het afleidt. Ja. Dus soms zijn ze zelfs blij als het niet in de klas mag. Als het gewoon niet, niet mag. Wat zou je dan kunnen zeggen dat school dan misschien juist een plek moet bieden om even niet digitaal bezig te zijn? Ja, kijk, het is. Kijk, wat we hier vanavond horen, dat is natuurlijk echt leren met ICT. Dat is denk ik toch echt wat anders dan sociale media. Dat is denk ik toch vooral entertainment. Je kunt het natuurlijk ook voor je PR gebruiken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het natuurlijk Facebook checken, WhatsApp, Twitter. Het is natuurlijk toch vooral met elkaar in contact staan, met elkaar kletsen. En dat is entertainment. En het is de vraag of je dat echt in de klas moet doen. Ja. Nou, het is entertainment, maar het doet ook wel echt iets met onze hersenen. Hè? Hoe zit dat? De afleiding, hè, we denken natuurlijk dat we kunnen multitasken. Dat kunnen we op sommige vlakken ook, maar uit hersenonderzoek is wel gebleken dat qua leren en studeren
multitasken gewoon absoluut niet kan. Als jij met een moeilijke taak bezig bent of je bent een tekst aan het schrijven en je laat je afleiden door je telefoon, dat je dan al kijk je maar een minuutje op je telefoon, dan duurt het daarna 3 minuten voordat je echt weer terug bent in die taak. Ja. En daarbij, als je dat eenmaal doet, heb je nog meer zin om, als je denkt, nou, ik heb net even Twitter gekeken, dan kijk ik ook even Facebook, dan kijk ik ook even WhatsApp. Ja, die aandachtspannen dus wordt steeds korter. Precies. En uiteindelijk blijk je ook, als je dus, hebben dat ook met proefpersonen gedaan, mensen die zich zeg maar op een moeilijke taak, de ene groep liet zich afleiden en de ander niet. Beide kenden de stof, maar de groep die zich niet had laten afleiden, kon creatievere oplossingen bedenken, stond veel meer boven de stof en had het toch dieper begrepen. Ja, dus als je lang over je huiswerk wilt doen, dan moet je sociale media daarnaast gebruiken, ja, denk ik dan. Okay. Want als je dat dan, in termen van trends bekijkt en je spreekt die leerlingen en je hoort een beetje over hoe dat op school gaat, zie je dan dat scholen die voorlopen in allerlei ontwikkelingen gebruiken juist wel veel sociale media in de klas? En de scholen die achterlopen, die willen daar eigenlijk nog niet aan? Of is het juist een tegentrend dat voorlopers inzicht hebben wij moeten juist dat rustpunt bieden en andere leermiddelen aanbieden dan digitaal? Want... Ja, maar ik denk digitaal leermiddelen, zoals ik dat hier vandaan hoor, denk ik van dat lijkt me heel positief juist. Ja. Kijk, zolang je niet denkt, we gooien alle boeken eruit, want lezen vanuit de boeken of lezen vanuit een laptop is gewoon een groot verschil. Ja. En iets intikken of knippen en plakken is ook iets anders dan iets opschrijven. En beide moet je kunnen. Ja, ja. Dus kijk, ik denk sociale media op zich in de klas inzetten. Ik weet zeker dat het inderdaad heel de motivatie bevordert van de leerlingen. Ik denk dat ze het hartstikke leuk vinden. Maar ja, de verleiding is natuurlijk gewoon heel groot. Als jij iets op mag zoeken in de klas, ja, dan ga je er ook even Facebook checken. Ga je toch even twitteren en toch, ja. Of even een fotootje van die leraar maken die geen orde kan houden. En dan leuk erop zetten. Ja, ja, weet je, of van die medeleerling die gepest wordt. Ja, gebeurt ook allemaal. Maar je maakt duidelijk de onderscheid van, je hebt digitale leermiddelen. Dat vind je helemaal oké. Ja, dat vind ik een verschil. En social media, dat is natuurlijk ook heel mooi, maar daar zit dat dwingende in. Ja. Maar je ziet wel dat bij leermiddelen, daar gaan ze een beetje social media-achtige dingen erin doen. Hè? Dus gamification noemen ze dat. Hè? Dus kun je elkaar punten geven en dat soort dingen. Vind je dat een goede ontwikkeling van vandaar? Dan gebruik je eigenlijk die kracht van sociale media om ze meer aan het leren te krijgen? Of zorgt dat juist voor die... Ja, ik ben daar. Ik denk dat het misschien heel goed om iemand te motiveren. En daar ben ik er meteen een groot voorstander van. Maar ik denk tegelijkertijd... ik zie bijvoorbeeld, ik heb een dochter, is 8, die zit op pianoles. Dat is gewoon studeren. En dan zie ik dat ze er gewoon... ze vindt het leuk, zolang ze het kan. En dan moet ze iets studeren en dan krijgt ze er een hekel aan. Ja. Dan zie ik haar worstelen. En op het moment dat ze doorgaat, in één keer heeft ze het, ze is blij. Ja. Leren is gewoon ook doorgaan. En het is niet altijd leuk. Ik bedoel, dat vind ik, ik krijg dat soms wel een beetje van, het moet allemaal maar leuk. Mag ook wel eens een keer gewoon hard werken zijn. En dat je daarna een beloning krijgt van, wauw, ik heb er heel veel moeite voor gedaan en nu heb ik toch ook iets. Verschil tussen korte termijn en lange termijn, denken. Precies, likejes, dat is dat een soort korte termijn. Waarom? Maar onze hersenen zijn ook ingesteld op, die vinden korte termijn beloningen prettiger dan lange termijn beloningen. Dus wij zijn geneigd om iets, als we het nu kunnen krijgen, om het meteen te pakken. Ja. Zo zijn wij. Ja. En sociale media is natuurlijk een en al gefocust op het nu en het korte termijn en het snel. Ik bedoel, een like krijgen. Ik ben niet tegen sociale media. Ik vind het ook leuk, om als ik iets op Facebook zet en ik krijg allemaal leuke reacties, dat vind ik ook leuk. Ja. En dat voedt je korte termijn beloning. Het is alleen maar heel kort. Ja. We hebben het nu steeds over Facebook, maar wat ik nog het meest opzienbaar vind, dat verandert natuurlijk razendsnel bij die kinderen. Ze zitten nu vooral te WhatsAppen. Ja, en Snapchat en zo. En dat doen we allemaal, want oudere mensen als ik, die denken, dat is gewoon gratis sms. Maar zij doen dat heel erg in groepen. Ja. En nou las ik gemiddeld, versturen ze 68 WhatsAppjes per dag en ontvangen ze er 154, want als je dus groep hebt, dan krijg je meer dan dat je stuurt. Maar en het gaat ook de godganse tijd door. Echt tot 1 uur 's nachts, dan zitten ze... Dat is weinig, vind ik dit zelfs. Dus nog 68, want er zijn echt wel uitschieters van 400 WhatsAppjes. Ja. Kennen die 400 WhatsApps? Ja.
Dat, ja, maar ja, als je een paar groepen hebt, dan loopt het wel op. En je kijkt een uur niet, ja, op, heb je er alweer 100. Hou je het in godsnaam bij? Ja, nou ja, dat is ook de druk. Ja. Want je wilt natuurlijk, juist als je zo'n puber bent, wat je leeftijdsgenoten vinden en doen, dat wil je toch volgen. Ja. Kijk, jij kan nog denken, ja, doe je, ik druk het even weg. Ik lees straks al wat die leuke groepen, of ik sla het over. Maar als je 16 bent of 13, dan vind je het zo belangrijk. Ja. Maar je kan natuurlijk ook omkeren, hè, dat je tot diep in de nacht bezeten met iets bezig gaat. Dat zullen ze niet zo gauw in een studieboek doen. Nee. Misschien leren ze daar juist ook weer dingen door, vaardigheden die ze in het onderwijs misschien niet leren, waar ze later dan juist heel goed in kunnen worden. Ik zie het meer als vroeger ging je op straat staan hangen, kletsen. Dat doen ze nu ook, alleen nu digitaal. Ja. En dan denk ik wel van, het is ook belangrijk om, want dat zie je ook in het onderwijs, heel veel ruzies. Die worden op Twitter of op WhatsApp dat als dat eenmaal ontvlamt, dat is werkelijk verschrikkelijk wat een taal en wat daar aan ruzies voorbij komt. Ja. En wie zich er allemaal mee bemoeit. Daarvan kun je ook zeggen, als ze dat daar nou online doen, dan doen ze dat op het schoolplein niet. Nou, dat gaat door harder. Op het schoolplein. Ja, dat hangt wel dat samen. Gaat, ja, zeker. Ja, mensen die gepest worden, worden digitaal gepest, maar ook real life gepest. Dat is... Hangt met elkaar samen. Ja, dat hangt met elkaar samen. Ja. Okay. En nou ja, wat ik wil zeggen is dat je een ruzie moet je natuurlijk face-to-face uitspreken. Dat moet je niet op WhatsApp en weet ik veel gaan proberen. Want de misverstanden zijn natuurlijk enorm. Ja. Je hebt zoveel non-verbale uitingen die je mist als je alleen alles intypt in berichtjes. Ja, dus we raken toch een beetje een persoonlijk gesprek kwijt. Ja, al die dingen zo. Dat hoeft niet, maar dat kan. Ja. Nou, nogmaals, voor de grote groep is het hartstikke mooi. We kunnen er heel veel dingen doen, maar we krijgen toch nu een soort tegenbewegingen van het leidt af, het dwingt, soms verslavend, soms pesten, identiteitsdiefstal, privacygedoe. Er zit ook een donkere kant aan. Wat zijn jouw verwachtingen voor de komende 5 jaar? Want we hebben van technologietrends de komende 5 jaar. Als je die jongeren nu spreekt, denk je dat in de komende 5 jaar wordt het alleen maar meer? En dan komt er weer een andere applicatie en dan zijn ze niet 600 keer, maar 1000 keer per dag met iets aan het doen? Of komt er een soort van tegenbeweging op gang van kinderen die het juist, of adolescenten die het juist cool vinden om gewoon niet met social media bezig te zijn? Dat denk ik dat dat ook gebeurt. Maar ik denk dat het ook in eerste instantie nog wel toeneemt. Maar dat misschien op een gegeven moment ook als je misschien ook wat ouder wordt. Dus ik denk ook wel, als je gaat studeren, dat je op een gegeven moment wat kan relativeren. Tenminste, mag ik hopen dat het niet meer zo dwangmatig wordt. Ja. En ik denk dat er misschien ook weer iets, een tegenbeweging, want je maakt ook uiteindelijk niks. Ja. Je zit leuke, hapsnap dingen van jezelf, fotootjes, gezellig, maar wat heb je nou gecreëerd? Je hebt niet de schilderij gemaakt of je hebt, dat die hang daarna ook wel... groter zal worden, echte denk dingen ik. Maken. Ja, ja. En hebben we de maker movement natuurlijk, hè? De maker movement. Kun je gewoon echt iets met je handen doen. Daar gaan we straks natuurlijk ook nog over hebben. Jullie schetsen niet alleen de problemen, jullie geven ook oplossingen. De toolkit Social Obesitas, de toolkit. Wat zit er allemaal in de toolkit? Toolkit kan je, daar zitten een aantal oefeningen in en dan kan je van jezelf zien hoeveel je sociale media gebruikt en waarom je dat doet. Kijk, zoals we net al zeiden, het is natuurlijk leuk als iemand positief reageert op wat jij op sociale media zet. Maar stel dat je bijvoorbeeld een heel laag zelfbeeld hebt, dan kan het zijn dat jij afhankelijk wordt van al die reacties op Facebook. We hebben ook echt kinderen gesproken die continu dwangmatig op Facebook Instagram allerlei dingen zetten om iedere keer maar bevestiging te krijgen. Zelfs een meisje die wachtte met een bepaald tijdstip, die had dan een leuk filmpje, maar dan dacht ze, als ik nou nog even wacht tot 8 uur, is iedereen klaar met eten en is iedereen zijn computer weer aan, dan krijg ik meer likes. Ja, dat doen wij ook hoor. Ja. Ja. Ik denk, gaan om 8 uur zitten, want anders gaan de mensen met een bord op schoot en dan let het niet op. Ja. Mensen thuis, hè? Nou ja, goed. En u ook natuurlijk. Ja. Ja, misschien worden we ook allemaal wel een beetje onze eigen presentator en media manager, toch? Ja, precies. Dat is natuurlijk ook leuk, zeker. Maar als je het gebruikt, als je het gewoon vanuit leuk gebruikt, is er ook niks aan de hand. Je hebt alleen wel, je kunt het ook gaan gebruiken als een soort, omdat je geen vrienden hebt, of omdat je denkt, ik heb zo weinig zelf, dus ik zet er maar wat op. Ook het schijnt dat mensen met een narcistische persoonlijkheid, dus heel erg overtuigd zijn van zichzelf, die dat ook een extra risico lopen, omdat zij iedere keer bevestigd worden in hun fantastischheid, als ze dat wat op sociale media bevestigd willen worden en als het niet gebeurt. Ja, dan ook gefrustreerd zijn. Ja. Ja.
En dan maar weer iets nieuws bedenken, hè, van, om toch maar die bevestiging te krijgen. Oké. Nou, of het meer wordt of minder, dat zullen we zien. In ieder geval in de tussentijd kunnen we jouw boek lezen om te kijken hoe erg het is en wat we eraan kunnen doen. Sociale media van vertier tot verslaving. Hartelijk dank. Mike Kalis. Oké.